Hallo dames en heren, vandaag heb ik iets anders dan normaal. Ik heb vandaag namelijk een stemronde. Want, nou ja, ik weet niet welk spel ik moet gaan spelen. Dus ik dacht, weet je wat, laat ik eens een stemronde gaan doen. Joost had er ook al een stemronde gedaan tijdens de 69 subscriber video. Dus ik dacht, laat ik er ook even eentje gaan doen. Dus ik heb een hele hoop games in mijn Steam library. Die ik eigenlijk helemaal nooit speel. Waarvan ik wel een paar heb gespeeld natuurlijk. Maar ik heb ze niet allemaal gespeeld. Dus nou ja, laten we gewoon de games doorgaan. Oké, als eerste laten we ze gewoon op alfabetische volgorde doen. Ik heb The Basement Collection. Dat is een collectie van kleine games gemaakt door Edmund Macmillan. Dat is de maker van The Binding of Isaac en dergelijke. En Super Meat Boy natuurlijk. En hij heeft een paar kleine games. Dat. De volgende is The Binding of Isaac Rebirth. Nou, daar was ik al mee begonnen, maar... willen jullie zien dat ik hem ga afmaken? Want alle items... Oh, hallo, scherp stellen, dank u. Ja, alle items verzamelen, dat gaat hem gewoon echt niet worden. Maar... ik kan wel nog even de chest uitspelen en dan zeggen, oké, nou weet je, nu hebben we hem uitgespeeld. Dus dat kan altijd nog. De volgende, The Elder Scrolls 3 Morrowind en The Elder Scrolls 4 Oblivion heb ik. Dat is wel mooi, dat is van de makers van Skyrims. Het zijn de voorgangers van Skyrim. Skyrim bedoel ik. Het is de voorganger van Skyrim. Het punt daarmee alleen is dat ik bang ben dat het echt zo'n 100 afleveringen serie gaat worden. En daar heb ik niet echt zin in. Dus tja. Even kijken, hebben we Evoland. Ja, dat is wel een grappig spelletje. Je begint soort van in een helemaal gepixelde dinges. En binnen een paar minuten verzamel je een soort van de nieuwe onderdelen. Waardoor een game moderner wordt. Dus dan krijg je een hartjesysteem en zo. En dan opeens zit er een monsters in je wereld. Dat soort dingen. Het nadeel daarvan wel is dat het af en toe crasht. En dat is wat minder. Oké, volgende op de lijst is FTL Faster Than Light. Dat is een spel waarin je in een ruimteschip zit met 3 bemanningsleden. Standaard is 3. En je wordt achtervolgd door een stel andere grote schepen. En je moet door allemaal sterrenstelsels heen vechten. En dan aan het einde een heel groot schip verslaan. Wat echt belachelijk moeilijk is. Maar het is een soort van, je kan op andere schepen schieten zo. Het is geen 3D dinges, het is een soort van turn-based achtig iets. Probeer het andere schip kapot te maken, probeer jou kapot te maken. En wel een grappig spelletje. Maar het is niet echt er zit niet heel veel actie in, het is een beetje rustig. Dus Oké, volgende is Goat Simulator. Daar heb ik ook al een paar afleveringen van gedaan en... Ja, het nadeel daarvan is, er zijn echt al zo belachelijk veel video's van geweest. Van allemaal andere YouTubers, zal ik niet echt weten of dit echt spannend gaat worden. Ik bedoel, er zijn echt miljoenen video's ervan. En het is allemaal een beetje hetzelfde. En ja, ik moet nog wel een paar dingen doen, maar ja, of dat nou echt leuk wordt, dat weet ik niet. Oké, volgende, ik heb Half-Life. Van Valve. Spel van Valve. Schieten dingen. Ze komen allemaal aliens uit een andere dimensie. Die komen eventjes de aarde binnen. En dan moet je ze neerschieten als Gordon Freeman. En echt best wel hip. Half-Life 2 heb ik ook. En alle opvolgers. Dus Half-Life 2, episode 1 en 2. Dat soort dingen. Dus dat kan wel grappig worden ofzo. Volgende. Hammerwatch. Nou, dat is een soort van echte dungeon crawler. Kerbal Space Program. Dat is misschien wel grappig. Ik neem niet echt om een hele serie van te doen of zo, maar het is wel gewoon af en toe grappig om een ruimteschip te bouwen wat totaal niet werkt. En dan we gaan denk ik niet de science mode doen. Dan moet je allemaal dingen verzamelen en duurt veel te lang. Dan kunnen we gewoon in sandbox mode gewoon een paar schepen maken en die proberen naar bijvoorbeeld
de maan te krijgen. Of voor mij heet hij daar de Mun. Ja, de Mun heet hij volgens mij daar. Dat is wel grappig. Maar ja, nou, kunnen we even kijken. Volgende, Limbo. Dat is dat spel met dat jongetje in dat helemaal zwart-wit ding is en zo. En, nou, het is een beetje een puzzle game. Dus dat denk ik ook niet echt dat het heel erg spannend gaat worden. Volgende is MacPixel. MacPixel is een soort van een beetje een humoristisch spel waarin je een bom moet vinden in een level. En als je dat niet binnen 10 seconden volgens mij doet, dan heb je verloren. En als je op verkeerde dingen klikt ook. Het nadeel daarvan is wel dat ik echt al een aantal levels heb gespeeld. Dus die eerste levels die zijn niet erg meer heel verrassend. Maar die latere levels misschien wel. Maar ja. Volgende, Mirror's Edge. Een soort van, je bent een freerunner. Wel van wat je ook in Assassin's doet. Je klimt allemaal over dingen heen en zo. Nou, dit spel is 100% freerunnen. Je bent een vrouw en je klimt over daken en shit. En dan proberen mensen op je te schieten volgens mij. Ja, uiteindelijk ook. Dus dat is misschien wel grappig. Volgende, Octodad Deadliest Catch. Wel grappig. Je bent een octopus. En een vader in een pak. Tegelijkertijd. En niemand heeft door dat je een octopus bent. En nou ja, daar gaat het spel over. Je bent een octopus en niemand heeft door dat je een octopus bent. En niemand mag erachter komen. Punt. Volgende is Oregon Trail Director's Cut. Dat is een soort van zombie game. Nou, een soort van zombie game. Het is gewoon een zombie game. En nou ja, het is, je moet allemaal keuzes maken en met je auto naar de andere kant van de Amerikaanse staten komen ofzo. En dan moet je niet doodgaan. Dat is wel grappig. Volgende, Pixel Piracy. Dat is een beetje hetzelfde idee als FTL Faster Than Light die ik eerder noemde. Maar dan met piratenschepen en meer rondspringen en zo en dat soort dingen. Dat denk ik dat ik daar misschien ooit één afleveringetje van doen of zo. Het is niet echt iets waar je echt een serie van gaat maken. Dus tja. Rogue Legacy. Daar heb ik ook al een paar afleveringen van gemaakt. Nooit uitgespeeld. Misschien moet ik dat ook maar doen. Nou ja. Jullie kunnen dat bepalen. Even in de comments stemmen. Volgende is Scribblenauts Unlimited. Dat is een spel. Typ je een woord in. En dat woord dat komt er dan echt voor. Ik typ toetsenbord. En opeens heb ik een toetsenbord. Alleen in-game. Ik ga hem wel op Engels zetten. Want ik bedoel, in het Nederlands zuigt hij echt heel erg. Maar ja, het kan wel grappig worden en zo. Maar uiteindelijk krijg je voor een bepaald aantal situaties krijg je de hele tijd dezelfde aantal woorden. Typ je gewoon een hipsterduif in. En dan krijg je altijd een hipsterduif. En dan kan je daarmee met de hipsterduif kan je iedere missie klaren. Dus geen idee. Sir, you are being hunted. Dus een spel, dan ben je een mens. En er is een wereld vol met robots. En dan moet je allemaal onderdelen verzamelen van een soort van magische steen. En niet door de robots gepakt worden. Die met tophats en jachtgeweer achter je aankomen. En in ballonnen. En met robothonden. En dergelijke. Ga zo maar verder. Dus dat is wel grappig. Volgende is The Stanley Parable. Ja, er zijn ook al echt heel veel YouTube filmpjes over gemaakt. En je hebt maar een bepaald aantal mogelijkheden. Je hebt namelijk, als ik hier naar links ga, dan krijg ik dit verhaallijn ding. Als ik hier naar rechts ga, dan krijg ik dat verhaallijn ding. En dan zijn er dan weer 20 van. En dan ben je weer klaar. En nou ja, er zijn al veel te veel YouTube video's over gemaakt. Dus ik weet niet of dat zo'n slim idee is. Volgende, Super Amazing Wagon Adventure. Nou, de naam zegt het al. Het is super amazing en het is een wagon adventure. Je zit met een os aan een karretje. En dan ga je naar de andere kant van Amerika rijden. En in een gepixelde superwereld met allemaal vrolijke dingen. En je moet allemaal acorns overrijden en zo. Het is 2D. Dus maar wacht, het is een grappig spelletje. Maar niet echt ook weer iets waar je echt een serie van gaat maken. Dat is iets meer waar je 1 of 2 afleveringen van maakt. En dan stop je weer. Super Meat Boy. Nou, daar ben ik net mee begonnen. Jullie moeten wel even bepalen of jullie het spannend genoeg vinden om naar te blijven kijken. Om het echt door te gaan met de serie. Dus
Ja, doe dat. Ga lekker zwemmen. En laatste, Surgeon Simulator. Ja, ik weet ook niet of dat echt een goed idee is. Want ik bedoel, daar zijn ook echt al echt miljoenen afleveringen van gemaakt. Dus, ja, weet je, dat kan ook niet echt heel spannend worden. Verder heb ik nog Mario. En dan waar de O een 0 is. Dat is een soort van mix tussen de oude Super Mario Bros. En Portal. En dan kan je die levels storen zo. Dat is wel grappig. Dus kan ik misschien ook wel 1 of 2 afleveringen van doen of zo. Maar dat moeten jullie ook weer bepalen. Verder heb ik nog echt heel veel oude shizzle. Ik zal in de beschrijving hier onder de video. Zou ik echt een gigantische lijst met spelletjes. Maar het is echt veel te veel om op te noemen. Ik heb DS spelletjes en 3DS spelletjes. Ik heb Crash Bandicoot 3 op voor de PlayStation. Ik weet niet hoe dat gaat met opnemen. Want dat is best wel raar. Want het is ook fullscreen en zo. Dat gaat een beetje moeilijk. Heel veel NES spelletjes. Het zijn ook echt 20 of 30 of zo. Een aantal Atari 2600 spelletjes. Maar die doen het niet echt heel goed. Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance spelletjes. Echt heel erg veel. En SNES spelletjes. En nog, ik heb ook nog Rollercoaster Tycoon, de allereerste. Maar goed, stem in de comments. Maak maar een top 5 deze keer in plaats van de top 3. Want ik bedoel, ik heb best wel veel spelletjes genoemd. Maak maar een top 5. En dan zal ik gaan spelen wat wordt gestemd. Je stem heeft veel invloed, want ik bedoel, er komen nooit zo heel veel comments. Dus laten we zeggen, er zijn 3 comments. En er wordt 3 keer gestemd op iets. Of 2 keer op iets en 1 keer op iets anders. Dan is het al snel bepaald. En dan, bedankt voor het kijken. Ga vol stemmen. Dikke billen. Later. Ook doei.